Goedemorgen, het is vandaag zondag. En ik ben even een lekker ontbijtje vast gaan maken. Ik heb er echt zoveel zin in. Tegenwoordig drinken is mijn hele plan. Hij is nog steeds ziek. Wat staat hierop? Neem de tijd. Wat is een eigenschap die men nog niet van jou kent? Nou, Nessim is heel erg koppig. Nou, ik ben ook best wel lief geworden. Ik ben zo blij. Ik heb net mijn Kylie Cosmetics pakketje binnen met de nieuwe settings powder. Kijk jongens, dit is dus waarom Kylie biljonair is geworden. Door mijn vrouw. Ik heb de setting powder in de kleur translucent. Soft pink. En ik heb een concealer. Want volgens mij, was het nou, kreeg je die er gratis bij? Of kreeg je die echt heel erg goedkoop bij? Ik weet het niet meer. Zeker niet gratis hoor. Nee. Ik heb de kleur bone gekozen. Maar ik ga dus een aparte video voor jullie maken. Waarin ik deze poeders en concealer ga gebruiken. In combinatie met haar lipsticks. Alles erop en eraan. Oh, leuk hoor. Ja. Ik kan niet wachten Goals. Op die video. Allah. Ik ben me even aan het klaarmaken. En tegenwoordig doe ik heel vaak deze lipkleur op. Het is best wel donker voor mij doen, zeg maar. Ik vind het echt heel mooi. Het is Angel van Kylie Cosmetics. En dan zie je straks in een andere licht hoe het eruit gaat zien. Het is echt een heel mooi kleurtje. Ik heb snel even mijn make-up gedaan. Ik heb mijn haar nog niet gedaan, maar ik ga zo naar Esme. En dan ga ik mijn haar even daar even fixen. Ik heb even broodjes uit de diepvries gehaald van mijn moeder voor Esme, want die wil ze graag proeven. Ik heb een zakje gemaakt met allemaal verschillende soorten broodjes. En die moet ik ook nog langs de honey brengen. Maar ik ga even eerst naar S. Ik had dus net thuis een ontbijtje gemaakt. Maar ik had eigenlijk zelf niet eens meer gegeten, want ik had koffie gedronken. En ik had eigenlijk geen zin meer in ontbijt. Kennen jullie dat als jullie dan opeens koffie gaan drinken, dat jullie denken van nou... Ik ga later eten, dat had ik dus. Maar nu ga ik dus bij S. Ga ik crackers eten met ei en avocado. En een zwarte koffie. Vandaag weer helemaal strikt, jongens. Zo, mijn haar is gedaan. Okay, ik ben net klaar met mijn wimpers. En ik ben vandaag iets heftiger gegaan. Iets, wat zijn het nou, donkere haar of heb ik gewoon meer haartjes dan de vorige keer? Ik vind het ook echt super mooi. En nu is ze bezig met Esme de wimpers. Ze zegt het gewoon precies hetzelfde als de vorige keer doen. Ik zal wel weer even een linkje hieronder zetten. Ik kom net thuis en ik heb gewoon Nessim betrapt. Besef, wij gaan zo avond eten. Dus ik moet nog wel koken. Kijk wat hij aan het eten is. Dat kan echt niet. En ik had Esme nog beloofd dat ze nog een stukje zou krijgen. Ik kom een snijden zo. Ik kan al zo'n stukje snijden. Oh, wat erg. Guys, ik ben net dus thuis. Ik ga snel even koken. Ik ga vandaag kip maken. Helaas heb ik echt helemaal geen zin meer om te koken. Maar ik moet weer even gewoon elke dag... Je eet al 2 weken buiten. Ja, maar daarom, ik moet weer even echt gewoon... Gewoon weer echt elke dag koken. Ik vind koken op zich wel leuk. Maar als je er eenmaal, zeg maar, aan gewend bent je de hele week uit eten gaat of zo, dan... Ja, ik weet niet. Dat is die gewenning. Ik ga even snel... Weet je wat wij een keer moeten doen? Ja, yes. Moet ik een challenge doen. Oh, een maand lang niet uit eten gaan. Nee, we moeten zeg maar, een maand lang niet uit eten gaan. En dan ja? Met dat geld wat we dan overhouden iets doen voor mensen die bijvoorbeeld geen eten, minder eten hebben of wat dan ook. Dat is dope. Ik heb geen idee wat ik ga maken, maar dat is ongeveer wat ik heb. En ik heb asperges, maar dat klopt helemaal niet erbij. Ik ga even een paar recepten zoeken, anders ga ik maar gewoon wat maken. Ik kan niks vinden op het internet met mijn ingrediënten, dus ik ga maar wat improviseren. Mensen moeten er ook echt heel veel zin in. Nou, dan. Gewoon maar wat maken. Okay. Lekker, hè? Was er maar gewoon rijst en groenten bij, dus dat is gewoon prima toch? Ja. Zo, ik heb een beetje de groentes gesneden. Ik ben een beetje de kip aan het bakken voordat het in de oven gaat. Zo, ik ben nu de uitjes een beetje aan het bakken met aubergine, chili, knoflook. Een beetje gekruid nu. En verder bakken. En dan ga ik een soort van salsa gaan maken voor bovenop de kip. Ik ga de kip even zo de oven in. Ik heb de oven al een tijdje opgewarmd. De rest van de groenten ga ik hierbij. En ik doe er nog meer tomaten erbij. Ik heb geen tomatenpuree. En dan kan ik daar een salsa van maken. Om zo'n sausje te maken hebben we dus echt vleestomaten nodig. Want daar zit meer van het vruchtvlees in. Dan wordt het meer waterig. Beetje water toegevoegd.
gekozen ga ik starten met het maken van een Griekse salade. En een klein beetje rijst voor de dressing. Zo even de kip uit de oven gehaald. Het ruikt echt zo lekker al. En wat ik nu ga doen is dit sausje eroverheen doen. Zo. Ik heb er mozzarella overheen gedaan. Ik weet niet of het lekker is. Maar zien we dan wel wat het grappig is. Ik was dus vandaag bij Sunita, zeg maar, degene die mijn wimpers doet. Zij zei ook tegen mij van, ik kijk heel vaak je vlogs. En jij hebt heel vaak heel rare combinaties in je salades en eten en zo. Maar dat is echt zo. Ik hou ook echt van een beetje rare combinaties. En ik lust ook echt heel erg veel. Dus het scheelt ook. De sla is klaar. Ik zei wel Griekse salade, maar ik had niet eens olijven wat dan ook. Dus dit is het een beetje geworden. Zo, ik heb de kip net uit de oven gehaald. Het ziet er echt goed uit. Ik heb trouwens een beetje Italiaanse kruiden erboven gedaan. Zo, dit is een messingsbord. En ik ga eigenlijk precies hetzelfde eten, maar dan zonder rijst. Zo, ik heb me even afgezonderd. Vanessa is even naar comedy aan het kijken. En ik moet nog even editen voor vanavond. Want over een uur komt mijn vlog online. En ik loop nogal achter. Het is echt weer rot, want nu ben ik weer elke dag aan het editen voor de vlog. Die dus elke dag nog online moet komen. Eigenlijk moet ik weer even een avondje doorpakken. Want zoals ik deed toen ik naar Barcelona ging. Maar goed. Ik ben trouwens echt blij met mijn wimpers. Ik vind ze zo ook echt heel erg mooi. Niet overdreven, maar wel iets voller. Like it. Zo, klaar met editen. Kijk opeens hoe donker het is. Het is inmiddels 7:45 en ik ben nu aan het uploaden. Dus ik denk dat ik het wel ga redden. Voor de rest wat ik wil zeggen. Soms als ik mijn vlogs edit, denk ik. Waarom heb ik gewoon niet in godsnaam mezelf gefatsoeneerd? Want het ziet er gewoon niet uit. In sommige vlogs doe ik zelfs mijn haar niet. Met mijn make-up niet en alles. Het is gewoon echt zo'n zwerverlook. Ik denk van waarom heb je gewoon even je kop niet gewoon gefixt voor de camera. Dat je dan gewoon een beetje fatsoenlijker uitziet. Maar goed. Ik ben daar soms een beetje te lui voor. Ik vind mijn wimpers zo echt leuk. Ik heb ze iets heftiger gedaan. Want ik heb morgen een event. En ik wil iets heftiger. Want dan staat het op de foto's en op beeld iets mooier. Want ik vond eigenlijk de vorige in real life veel mooier. Maar op beeld ziet het er heel anders uit. Besef. Het is 7:56. Mijn laptop viel uit. En ik moet nog 2 minuten wachten. Soms is het wat langer, dus ik hoop echt dat het op tijd komt. Nu ga ik even aan dit starten. En een kommetje en die past er niet meer in, dus die moet ik even met mijn hand doen. Ik ben nu even water aan het koken, want we gaan even samen thee drinken. Wij gaan lekker een theetje drinken. Ik kom er dus nu pas achter dat ik morgenochtend een event heb in plaats van middag. Dat is gewoon echt in de ochtend. En het is ook nog een event in Amsterdam. Dus dan moet ik echt heel vroeg vertrekken. Terwijl ik ook nog een andere afspraak heb. Dus ik weet niet eens of ik dat ga redden. Oh, ik baal hier wel echt van. Want ik had het echt zo berekend dat ik zeg maar in de middag naar Amsterdam zou gaan. En dan langs het event zou gaan. En daarna gewoon gelijk door naar een andere afspraak. Maar dat gaat dus helemaal niet door. Ik ga zo wel even douchen. Want ik heb nu weer echt heel erg vettig haar. En ik ging het uitstellen omdat ik dus morgen een event heb. Maar ik weet dus echt niet of ik het ga redden. Maar ik zie het morgen wel allemaal. Ja, ik heb dus even uitgesteld met douchen. Zodat ik morgen perfecte haren zou hebben. Waar ik niet echt heel erg blij mee ben, is mijn uitgroei. Ik wil eigenlijk mijn uitgroei voor maandag al doen. Maar ik had dus Dina benaderd. En gesproken. Maar die had even geen tijd. Die had pas donderdag tijd. Dina die had dus pas donderdag tijd. Dus dat heb ik niet gehaald. Dat heb ik echt een flinke uitgroei. Vooral als ik het vast doe, zie je het heel goed. Ik ben het wel een beetje zat. Ik wil eigenlijk weer die oude kleur die Dina vorige keer van mij had gedaan. Die beetje zo met die paarse kleurtjes. Dat vind ik echt heel erg mooi. Ik ga nu even mijn gezicht reinigen voordat ik ga douchen. En dat ga ik dus doen met van die reinigingsdoekjes. Dat zijn gewoon van de Primark. Zijn deze. En wat ik dan doe om mijn gezicht echt goed te reinigen. Dat doe ik echt alleen maar 2-3 keer per week. Maar het helpt mijn huid echt goed te reinigen. Ik doe gewoon een scrub. Zo op het doekje. Zo hoef je je gezicht ook even van tevoren niet nat te maken of zo. Dus ik heb hier nou een scrub op. En dan doe ik gewoon even verdelen over mijn hele gezicht. En dan gewoon echt lekker scrubben. Ik vind het echt heerlijk.
langs zo'n doekje. Wat ik dus nu doe is gewoon echt goed scrubben. En daarna gebruik ik een ander doekje om mijn gezicht gewoon te reinigen. En onder de douche gebruik ik dan een cleanser die de laatste restjes eraf haalt. En daarna doe ik even nachtcreme op en dan is mijn huid morgen echt gewoon perfect. Ik ga nou nog geen nachtcreme op doen, maar ik wil je even laten zien wat ik tegenwoordig dus gebruik als gezichtsreiniging. Lekker budget en het werkt bij mij echt gewoon super goed. Dat is deze crème van Olaris. En daar ben ik echt gewoon super tevreden mee. Hij is echt heel erg luchtig en hij trekt echt heel erg snel in. En hij ruikt ook echt heel erg lekker. En de prijs is ook echt top. Dat vind ik ook echt belangrijk. Ik heb eigenlijk ook helemaal geen zin om te douchen. Misschien ga ik gewoon morgenochtend douchen. Maar ik ken me wel. Ik ben dus echt geen ochtendmens. En dan heb ik helemaal geen zin morgen wat te doen. Maar ja, dan moet het gewoon. Want ik moet nodig mijn haren doen. Ik ga even deze crème op mijn gezicht smeren. Deze is echt zo chill. Je hebt deze ook dus met SPF. Die is ook echt heel erg chill. Kijk, hij trekt ook gewoon gelijk in mijn huid. Totaal niet vettig of zo. En ik vind dat die heel goed werkt op droge plekjes in mijn huid. Dan doe ik op mijn lippen deze op van NYX. En dit is een lippenbalsem. En ze hebben ook ze hebben een collectie voor lipverzorging. Ze hebben ook zo'n olie en die vind ik ook echt heel erg prettig. Deze heeft zo'n beetje zo'n mooi kleurtje ook. Wat ik nog meer doe voor het slapen gaan, dat moet ik echt niet vergeten hoor, ik ben bang dat de camera flikkert, is mijn wimpers uitkammen. En dat moest ik ook nog doen van Sunita. Want hier moeten ze echt uitgekamd worden aan deze kant. Weet je hoe chill ik het eigenlijk vind om wimpers uit te kammen? Soms ben ik daar gewoon echt 5 minuten mee bezig omdat ik het gewoon chill vind. Nee, ik schaam me dood. Elke keer als ik aan het vloggen ben, zie ik een toiletrol. Dat is voor mijn snot. Ja! Het is verschut, man. Ik verveel me dood. Je bent een schat. Ja. Ja. Zeg maar, het is 11 uur 's avonds. Wat de fuck wil je doen? Ja, net was het nog 8 uur 's avonds, dus toen heb je ook niks gedaan. Ja. Let zo Winnie, wat wil je nou van mij? Kan je niet naar Honey of zo gaan, naar SME? Ik wou naar Honey, maar jij liep mij niet. Nee, ja, weet je wat? Je zit gewoon thuis van mij. Ja, zie je, je wilt niet dat ik wegga. Ja, maar jij praat zelf niet met mij. Ja, ga maar gewoon zitten. Je praat niet met mij. Nee, Lira is nou ook weg met mij. Allah! Allah! Wat mooi! Ik kijk weer naar Vampire Diaries. En zoals jullie zien, vinden ze het ook echt heel erg leuk. Wat een liefde zeg. Ja, ze wilt je wel echt heel graag. Nou, ze is echt gelukkig met jou, Nes. Nessie is al lang in bed. Ik ga even de kaars even allemaal uitdoen. Ik weet ook niet waar ik nu fluister, want dat is gewoon een andere kamer. Ik ga zo tanden poetsen en dan naar bed. Ik hoop dat jullie een leuke vlog vinden en ik zie jullie morgen weer.